Zoiets gebeurt altijd onverwachts. Hè. We zaten net eten, de wachtmeester Los en ik, toen we over de mobielefoon werden gewaarschuwd door de wegenwacht. Er was weer een aanrijding op de Afsterdijk. Wij erop af. We moesten een kilometer of 7 de dijk op. Je moet wel weten wat je in zo'n geval het eerste doet. Eerst moet je zorgen dat er niet nog meer brokken komen. Want ze willen daar nog wel eens langs scheuren. En dan je gewonde nog. Elke rijkspolitieman heeft een EHBO-diploma. Bij zoiets kun je het dus redden. En als je dat nou nodig vindt, dan laat je de ambulance oproepen. Dat heb je gauw genoeg in de gaten of je hulp van vakmensen nodig hebt. Dat geldt trouwens ook voor die aanrijding zelf. Ja, ja, de verkeersgroep, die waarschuw je ook, meneer. De verkeersgroep, dat is een aparte afdeling die het technisch onderzoek uitvoert. En kijk, dat is dan weer het voordeel van die ongeregelde diensten bij de Rijkspolitie. Je werkt dan wel vaak op uren dat anderen thuis zitten, maar je kunt ook gezellig met je vrouw of je meisje uit wandelen gaan, terwijl ieder ander aan het werk is. Nou zou je zeggen, wat kan je in een landelijke gemeente als Zoetermeer nou voor misdadigers verwachten? Maar dan vergeet je dat we vlakbij Den Haag zitten. En daar krijgen we nog wel eens rare jongens vandaan. Afijn, het is een robbertje stoeien geworden. Wachtmeester Wouter springt van de andere kant bovenop hem. We rukken een charre wat aan hem. En wat denk je dat we vinden? Een geladen revolver. En wachtmeester Wouters was nog pas 4 maanden van de politieschool. Hoe wou daar nou net een politiewagen voorbij komen? Moeilijkheden bij de haven, zeg ik nog tegen mijn collega. Het zou de eerste keer niet wezen. Iemand in de brommer blijkt gestolen. En er zit hier een vettende dief lopen met de brommer aan de hand. Nou, en wij erachteraan. Het zou een Duitse matroos van een binnenvaartschip zijn. Vandaar dat ze hier waren gaan zoeken. Met die Duitse matroos, die had ons blijkbaar ook gezien. Het werd toch nog iets van een achtervolging. Hij was toch niet handig genoeg geweest. En hoe hij die brommer had weggewerkt, dat was beslist ook geen vakwerk. De zaak was binnen het uur opgelost. Ja, nog een geluk voor die matroos, want het schip moest de volgende morgen al vertrekken. Op een wachtmeester belde met officier van justitie. Die zei, treffen jullie maar een regeling. Ja, nu heeft die opper van ons wel eens meer zoiets bij de hand gehad. Weet jij veel wat er door waterschade allemaal bedorven kan zijn? Daar moet je zeker wel 100 gulden voor rekenen. Nou, de Duitse schipper heeft die 100 gulden voor zijn matroos voorgeschoten. En het schip kon op tijd vertrekken. Ja, nu hoef je ons echt niet om de hals te vallen hoor. We kregen vrij vaak met brommers te maken. Gelukkig zien ze er niet altijd zo uit. Henkie was de vorige dag aangereden door een automobilist. Die was doorgereden. Dat maakte de zaak tot een misdrijf. Daar kwamen ze nu pas niet aan. In het hele land is dat zo. Ze weten hier pas te vinden als het klaar is. We hebben er wel wat in moeten stampen dat jaar op de politieschool. Toch heb je daar later plezier van. De mensen verwachten van je dat je weet wat toelaatbaar is en wat niet. En hoe alles moet. Trouwens, achteraf verbaas je er wel eens over wat ze je in zo'n korte tijd bijbrengen. Je komt zo van de MAVO of zo, hup, op de Rijkspolitieschool. En dan maken ze in 12 maanden een vakman van je. En die opleiding, die is goed zwaar. Het is een vak met vele kanten. Gelukkig maar. Anders was het niet zo interessant. Wachtmeester, het was springvloed en daar stond een flinke storm. 3 jongens speelden in de bunker. Uit Rotterdam. Het water stond tot aan de duinrand. En toen ze dat in de gaten kregen, toen konden ze niet meer wegkomen. Wij van de reddingsbrigade zijn er met z'n tweeën heen gezwommen. We hebben ze eruit gehaald en op het dak gezet. Maar ja, toen dachten ze niet meer mee terug te zwemmen. De Rijkspolitie werd gewaarschuwd. De wachtmeesters Visser en Lagendijk kwamen maar. Ja, die konden natuurlijk ook niet over het strand lopen. Die moesten door het mulle duinzand sjouwen.
2,5 kilometer ver. Ze hadden zwemvesten meegenomen uit de post van de reddingsbrigade en lijnen. Ze brachten dus je lijn naar de bunkers, maar dat viel niet mee. Ze zijn dus 2 uur bezig geweest, want die zee die was dus zo hoog in de keer, 2,5 meter. En de lijn schoot iedere keer los en je zag iedere keer die mensen boven en onder water dus komen. Maar gelukkig hebben ze dus doorgezet, anders hadden we dus niet levend afgewacht. Na de dienst zijn we net zo goed burgers als iedereen. Alleen gaan we niet in ons eigen dorp dansen. Maar ja, dat doet de rest ook niet. Ik had een seintje gekregen over de mobielefoon dat ze de auto van de dokter hadden opengebroken. Mensen die toevallig voorbij kwamen hadden wat glasscherven zien liggen en de dokter gewaarschuwd. Nou was het ergste dat ze zijn instrumententas meegenomen hadden, omdat ze dachten natuurlijk dat er geld in zat. Er kwam een wegenwachter voorbij en die zag wat verdachte mannen lopen, die ging ze achterna en zag ze een kroeg ingaan. Toen wist ik natuurlijk wat me te doen stond. Ze waren er nog. 4 jonge knapen uit Eindhoven. Het was niet eens zo makkelijk om ze mee te krijgen. Hoe je dat doet, dat leer je natuurlijk in theorie op de politieschool, maar de fijne kneepjes die leer je in de praktijk. Nou, daar ging ik met mijn 4 arrestanten. Ze waren onderweg nog knap lastig, maar ik kreeg ze gelukkig veilig op de post. Toen bleek dat ze die instrumententas van die dokter in het water gegooid hadden, omdat ze er toch niks aan hadden. En er bleek nog veel meer. Zoveel namelijk dat we contact hebben opgenomen met het districtbureau in Eindhoven. Om eens verder over die zaak te gaan praten. Bij dat gesprek met de majoor bleek dat mijn arrestanten ook betrokken waren geweest bij een roofoverval in de omgeving. Maar het fijne ervan hadden ze niet los willen laten. Samen met een collega van de gemeentepolitie Eindhoven zou ik het verdere onderzoek doen. We bleven 4 dagen onder water en toen hadden we het zaakje rond. Later, toen ik de verdachte in de bos voorgeleidde, moest ik bij de officier van justitie komen. Hij wilde namelijk nog wat meer weten dan in het proces verbaal had gestaan. Want dat hou je natuurlijk kort en zakelijk. Ja, als officier van justitie ben ik gewend met de wachtmeester die het onderzoek had de zaak te bespreken. Hij is immers de man die mij kan inlichten over de achtergrond van de zaak en de persoon en de sociale omstandigheden van de verdachte. In het onderhavige geval was de toelichting van de wachtmeester Stam voor mij aanleiding een van de verdachten onmiddellijk in vrijheid te stellen. En de dag erop deed ik weer dienst op de markt van Sint-Oedenhode. Kalm baantje zeggen de mensen die ons zien patrouilleren, maar het is niet altijd zo, is dat? Ik kan je vertellen, je slaat er nog wel eens een rotfiguur op die slipschool. Daar moeten we allemaal naartoe. Daar leer je rijden onder alle omstandigheden. Ten slotte kan een politieman niet thuis blijven omdat het een keertje ijzelt. Ze leren je daar een schuiven maken van 360 graden. Nou, in 1 dag leren ze je daar wat. Maar goed, we rijden dus rustig langs de kanaaldijk bij Heenvliet. Rijdt er iemand nogal flink voor ons uit. Zijn kofferdeksel staat open. Wat zullen we nu weer hebben zeggen tegen elkaar? Bovendien maakt die man nogal een stiekem indruk. Daar moet je dus even op wachten. Je kunt beginnen met de gewone routine. Ik ga dus autopapieren en rijbewijs controleren. Terwijl wachtmeester Twicht even in de achterbak gaat kijken. En dat wordt nou het gekste wat ik ooit meegemaakt heb in die nuchtere streek daar. Hij heeft een snoek bij zich en dat beest heeft een schotwond van een harpoen. Daar moet een onderwatervisser bezig geweest zijn, in dat troebele water van het Zuid-Hollandse kanaal. Ik zeg, meneer, hoe komt u aan die vis? Nou, en hij zegt, die is van een vriend van me. Die staat te vissen, een eentje verderop. Nou, je voelt wel, daar kan de handigste smoezen zich niet meer uitkletsen. Dat werd een procesverbaal. Een afschrift van het aan verdachte uitgereikte bewijs van ontvangst betreffende de snoek en de paling en deponeringsformulier van de provinciale voedselcommissaris in de provincie Zuid-Holland.
Hiervan heb ik op afgelegde ambtseed opgemaakt dit procesverbaal te spreken. Zo waarlijk helpen wij tuintje, hè? Kijk, toen ik van Ulen kwam, heb ik voor de keus gestaan. Tuinbouw of Rijkspolitie? Ik heb de Rijkspolitie gekozen omdat die betere vooruitzichten bood. Ik ben naar de politieschool geweest. Dat duurt precies een jaar. En daarna heb ik nog een jaar stage gelopen. En toen was mijn leertijd voorbij. Ik werd in Havelten geplaatst. Nou, daar was ik heel blij mee. We hadden zomaar een huis. Daar ben ik voor naar de burgemeester geweest. Het was zo voor mekaar. Het is trouwens een bijzonder leuke gemeente. Toen we van huwelijksreis terugkwamen, stond die ooievaar op ons dak. Dat hebben die buurtbewoners hier gedaan. Dat is in deze streek zo de gewoonte. Maar voor iemand die hier net zit en ze doen zoiets, dat is leuk. Dat toont echt dat je erbij hoort. Ha, dat is Jaffie. En dat is mijn oude Mercedes. Dat is een hobby van mijn vrouw en mij om zo'n wagen samen op te knappen. En hij is goed, want we zijn met vakantie naar Italië geweest. Vind je dat vreemd? Wachtmeester en nu al een auto? Nou, dan moet je eens op de opleidingsschool gaan kijken. Als de cursus begint, staan er 2 auto's. En als die cursus na een jaar afgelopen is, staan er 50 voor 100 aspiranten. En dat ligt daarin, omdat je tijdens je opleiding al een behoorlijk salaris krijgt. Auto's en motoren, die interesseren ons allemaal. En die kun je als Rijkspolitieman worden gedetacheerd voor bijzondere gelegenheden. Optochten, demonstraties en sportevenementen. En nu zijn wij vooral keen op de races in Zandvoort en de TT in Assen. En die TT in Assen zie ik ieder jaar voorbij trekken over de brug van Havelte. Ja, je kunt natuurlijk pech hebben, maar dat heb je in ieder vak. Verwerken op basis 1 derde Rijksweg 31 en 2 derde T14 over. Ja, Ober, ik kan hier nog zo'n 200 auto's op dit parkeerterrein hebben. Over. Wachtmeester, waar sta jij nou aan te denken? Ja, 2 jaar geleden, toen zat ik nog op de MAVO. Dit waren 8 van de 1001 verhalen die zich ieder jaar voordoen. Wellicht uit de dossiers van de Rijkspolitie, verteld door de jonge wachtmeesters die ze zelf hebben meegemaakt.